De regering wil met gezamenlijke inzet de Surinaamse luchtvaartmaatschappij halen uit de crisis waarin die zich bevindt. De SLM-directie heeft op dinsdag 16 februari 2021 een presentatie over de bedrijfsvoering gehouden voor een regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrika Persat Santokhi. Rajan Palat Singh, presidentscommissaris van de SLM, stond na het onderhoud de communicatiedienst Suriname als volgt te woord. De uitdagingen bij de SLM, met name de financiële uitdaging. U weet, we zitten midden in COVID-19. We hadden gehoopt dat COVID-19 nu eigenlijk een eindperiode zou ingaan, maar het blijkt dat er nieuwe varianten zijn, waardoor er nog steeds heel weinig vluchten zijn voor de SLM. Is dat heel moeilijk. Op dit moment hebben we heel weinig vluchten. We vliegen nu, als ik me niet vergis, 1 keer in de week naar Amsterdam. Daarmee zit je ver beneden je geprognosticeerde opbrengsten. En hoe kijkt u tegen deze uitdagingen aan? Wat zijn de mogelijkheden om toch nog te kunnen verdienen als bedrijf? Kijk, je moet je aanpassen aan de huidige situatie. COVID-19 is een gegeven. We moeten gewoon heel positief blijven. Heel innovatief. Het is niet makkelijk hoor. De luchtvaart is een industrie, maar dat is wereldwijd waar de klappen vallen. Maar we moeten gewoon... We hebben een aantal opties waar we goed naar moeten kijken, met name de charters. Maar ook als het luchtruim in die landen dichtgaat, kan je gewoon eigenlijk niks doen. Het is met de vloot die we hebben 2 737-700 en een 777-200, extended range. Als je 1 vlucht per week naar Nederland doet, dan kunt u begrijpen dat we er niet uitkomen. We komen niet uit de kosten. De minister van TCT heeft het gezegd. SLM moet lean en mean worden. We moeten het bedrijf efficiënter maken. Duidelijk. We moeten gewoon gaan... saneren vind ik niet het juiste woord. We moeten een herstelplan komen waarbij we met een nieuwe view op de SLM... moeten gaan kijken waar we naartoe willen gaan. Maar de mogelijkheden zijn er. Ik blijf heel optimistisch, heel positief. Maar je moet gewoon... Het is eigenlijk, ik zeg altijd, het lijkt makkelijk... Ik praat er makkelijk over. Je moet naar je kosten en je opbrengsten kijken. En je moet winst maken. En dat heeft de president net ook gezegd. De vicepresident heeft het ook gezegd. De minister van TCT heeft het ook gezegd. We moeten winst maken. En ja, het is kosten, opbrengsten. Opbrengsten min kosten. Maar natuurlijk moeten we niet vergeten dat de SLM ook een andere functie heeft. En dat is het brengen van toeristen naar Suriname. De spin-off op de economie is ook heel groot. En er wordt gesproken van... Per binnenkomende toerist ongeveer $1000. De juiste cijfers heb ik nog niet. Maar dat moeten we niet vergeten. Ondanks wij verlies draaien. En laat me dat duidelijk verduidelijken. Sinds 2006 heeft de SLM geen winst gemaakt. Als u mij vraagt, kan de SLM winst maken? Dan zeg ik ja. We moeten een zakelijkere aanpak van de SLM. Nogmaals, het kan. De SLM is een heel mooi bedrijf hoor. Ik heb met heel veel luchtmaatschappijen gevlogen in de wereld. Maar ik vind de SLM een heel mooi bedrijf. Elk land, elke regering heeft zijn eigen beleid. Maar het is ook heel belangrijk, of veel hangt ook daarvan af, dat we gaan vaccineren. Hoe eerder de bevolking gevaccineerd is, de sneller je land kan opengooien. En de sneller krijgen mensen die uit Suriname ergens naartoe willen, toestemming. Want vaccinatie is nu eigenlijk een heel... essentieel iets in het gebeuren in de luchtvaart. Als je niet bent gevaccineerd straks, en dan denk ik aan tegen eind van het jaar. Als je niet bent gevaccineerd, ga je niet meer mogen vliegen. Dus mensen moeten wel begrijpen hoe belangrijk het is om te vaccineren.